Goedenavond, beste kijkers. Fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe uitzending van Waar zit ik erbij? We zijn vandaag in het buitengebied van Moergestel, vlakbij de kanoboerderij. En naast mij staat Hubert Picocrie. En ik wil ze aan hem vragen, waar zit ik erbij? Nou, ik ben dus bij hondenclub Alert. En wat doe jij bij die hondenclub? Behendigheid. En dat is opgebouwd eigenlijk toe naar wedstrijden. Daar zijn we eigenlijk dan voor aan het trainen. Dat kunnen zelf het kiezen van wil de wedstrijden gaan doen of wil de gewoon behendigheid gaan doen als hobby. Ja, wedstrijd lopen is natuurlijk ook hobby. Ja, ja. Maar dan, dan wordt toch wel meer het puntje op de i gezet, zal ik zeggen. Oké, maar jij bent met uw hond als puppy begonnen eigenlijk om mee te trainen of hoe is deze werk gegaan? Ja, dat klopt. Je doet eigenlijk eerst socialisatiecursus en daar begint het eigenlijk mee. Dat heb ik dan niet hier gedaan, dat heb ik ergens anders gedaan. Dat duurt enkele maanden. Dat is heel intensief. En daarna doet het eigenlijk gehoorzaamheid. Dat heb ik ook daar gedaan. En toen ben ik naar hier gegaan met behendigheid. Omdat het toch wat dichter is. En hier hebben ze inderdaad een mooi veld. Ja. Dus vandaar ben ik naar hier toe gekomen. En hoe lang ben je hier nou bij? Bij de behendigheid is dit het derde jaar. Oh, dus dat is wel. Dat is gewoon het hele jaar door trainen eigenlijk met de hond? Ja, in de winter hebben we dan wel een winterstop. En januari, februari beginnen we weer, tot oktober. Okay. En moet je thuis ook nog iets mee doen met de hond, om daar extra voor te trainen of zo? Ja, in het begin wel. In het begin hebben we thuis eigenlijk best wel moeten oefenen, omdat het aan toch te lang gaat duren. Dan kost het toch te veel lessen. Dus dan doet het thuis inderdaad wel oefenen. Tussen vooral die paaltjes, dat is heel moeilijk. Ja, om er overheen te springen? Nou, om er tussendoor te lopen. Oh, te zigzaggen? Ja, te zigzaggen. En dat kost eigenlijk heel veel tijd. En zoiets, ja, dan komt er bij spreken met een boerenbond het paar stakken en die stikken in de grond. En dan kunnen thuis eigenlijk al weg gaan oefenen. Ja, ja. Ja, en dat scheelt veel. Ja. Dan ben je daar al een stap mee vooruit. Ja, en jouw hond, die heet Spike, hè? Ja, Spike. En die vindt het ook leuk? Ja, die vindt het echt geweldig. Ja? Ja, die is er vanaf de eerste keer tot nu toe is hij daar heel fanatiek in. Ja? En hoe kun je dan merken dan? Ja, dat hij altijd al staat te wachten en te blaffen en hij kan eigenlijk niet wachten. Hij zegt eigenlijk tegen mij van, schiet eens op jongen. Want ik wil vooruit. Oh, ik heb er thuis nog in zitten. Ook hetzelfde ras en die heeft er duidelijk wat minder zin in. Ja? En daar heb ik ook een jaar behendigheid mee gedaan. Maar die had zoiets van, nou jongen, als jij dat wilt, dan doe ik dat wel voor jou. Ja. En hij is net helemaal andersom. Hij zegt van, kom jongen, kom nou niet. Ja, ja. Oh, wat leuk. Dus ik heb zoiets van, hij moet het gewoon leuk vinden. En dan is het voor beide leuk. Ja, ja. Dus vandaar ben ik met hem doorgegaan. Je kunt al merken dat hij er hier niet veel aan vindt. Hij wil ook speulen, denk ik. Hij is nu gelukkig toch nog vrij rustig. Anders dan begint hij al te blaffen en te doen van, schiet op jongen. Ja, ja. Nou, we zullen daar eens een trainster erbij gaan halen en die kan een beetje uitleggen hoe of en wat het allemaal inhoudt. Ja. En dan laat ik maar eens even wat zien. Ja, we doen ons best. Oké, okay. Succes. Ja, dank je. Hey Els, hoi. Jij bent hier de trainster. Ja. En nou gaan ze zo meteen een parcoursje doen, zei je net. Ja. En kun je eens uitleggen hoe dat een beetje in zijn werk gaat? Of, nou, wat bij ze doen? Alle hindernissen staan nummertjes bij. Die nummertjes moeten ze volgen. Dus ze zijn net het parcours gaan verkennen. Doen ze zonder hond. Dus ze goed kunnen kijken van waar staan de nummertjes, welke volgorde moet ik lopen. Oh, is dat iedere keer verschillend? Is iedere keer verschillend. Ja, we zetten er iedere keer een ander parcoursje op. Dit is een vast parcours. Daar zitten eigenlijk alle hindernissen in. Dus ook de hindernissen met de raakvlakken, dat zijn die witte vlakken die je ziet. Mm-hmm. Honden moeten daar de poten op hebben voordat ze verder mogen. Ja, maar als ze net een zot zo eroverheen komen gesjeest, dan is dan het dan krijg je moeilijk. Fout. Dan, als je parcours aan het lopen bent, mag je door, maar dan heb je 5 strafpunten. Ja, ja, maar voor een hond is dat moeilijk om dan de eindstukje ook nog even rustig te doen, des te raken. Ja, vooral als ze heel enthousiast zijn, dan willen ze eigenlijk liefst zo hard mogelijk door. En dan zijn ze geneigd eroverheen te springen. Dus je moet echt zelf opletten. Je bent zelf vaak geneigd van, oh, mijn hond gaat hard, dus ik ook. Maar dat hoeft helemaal niet, want je drijft hem alleen maar op en hij gaat nog harder. Je moet zorgen dat hij netjes afwerkt. Want de meeste honden hebben die snelheid toch wel. Alleen gaat het dan nog om de afwerking en dat je je parcoursje netjes afmaakt. Ja, ja. En we hebben ook nog een jumping, noemen ze dat. Dan zijn er raakvlakken uit. En dan kunnen ze maar gaan. Dan kunnen ze echt racen. Dan, dan gaat het om de tijd. Dan gaat het dus, eigenlijk nog meer, normaal gaat het ook om de tijd. Maar dan
kun je gewoon gaan. Dan is het gewoon van race en zorgen dat die latjes blijven liggen en dat je de goede volgorde aanhoudt. Dus hier hebben ze net het parcours verkend zonder hond. En dadelijk gaan ze het parcoursje lopen en proberen zo netjes mogelijk het parcours af te leggen. De raakvlakken te hebben, de volgorde netjes te doen en zo snel mogelijk met zo min mogelijk vangen. Okay. En hoe lang duurt het voor een hondje er een beetje kan? Hoe lang moet dat duurt wel even. Je mag ongeveer met 10 maanden beginnen als je hondje 10 maanden is. Je moet wel van tevoren al de nodige training hebben gedaan, zodat ze goed luisteren, dat ze bij je blijven. Dat ze niet zomaar het veld afrennen of naar andere honden. Maar zoals je misschien al een paar keer gezien hebt, gebeurt het toch wel eens. Want de meeste honden vinden het zo ontzettend leuk en bouwen wat spanning op. En dan moeten ze ergens afreageren. Ja, en dan gaat ook wel eens alles interessant. Vinden ze alles leuk. En dit zijn eigenlijk ex-beginners. Ze zijn iets meer dan een jaar bezig. De les hierna zijn gevorderd, die zijn wel langer bezig. En dan zie je ook dat het allemaal wat soepeler gaat. Hier moet je nog wel eens van, goh, je had zo kunnen wisselen. Of het hondje pakt net even een andere hindernis, omdat je dat eerder ziet. En dat maakt ook het spel heel leuk. Ja. Zowel voor hond als voor baas. Want je doet het echt samen met je hond. Maakt het iets uit wat voor soort hond je hebt? Of is iedere hond ook geschikt eigenlijk? In principe is bijna iedere hond geschikt. Alleen hele grote honden zeggen van, ja, je kan een keer een sprongetje, maar hou het laag. Want je hebt zware gewrichten, veel kilo's om mee te sjouwen. En ja, dan moet je echt een beetje opletten. Van, oh, dat is gewoon niet goed voor de hond zelf? Ja, dat is niet goed voor zijn gewrichten. Oh. Bijna iedere hond vindt het leuk. De ene vindt het natuurlijk leuker als de andere. De echte werkhonden, net als de herders, die vinden het geweldig. Border collies vinden het geweldig. Kruisingen, we hebben verschillende kruisingen ertussen lopen. Die vinden het ook allemaal leuk. En die kleintjes die zijn ook zo fanatiek. Ja, dat is zo grappig om te zien. Hè? Dat is erg leuk. En ook leuk om te zien dat die hele kleine hondjes toch best heel hoog kunnen springen. En ze doen alles, want ze chasen hier overal doorheen. Ja, dus dat is echt leuk. Ik zeg al, bijna alle honden vinden het leuk. Ja, en het is ook vooral hoe je het zelf brengt. Want soms gaat er iets fout. En mensen hebben dan de neiging van, oh, jammer. En die hond ziet daar aan jouw lijf. Als jij denkt, dan staat hij stil van, oh, ik heb iets fout gedaan. Zo, laat maar gaan. Was een leuk rondje. Nou, volgende keer proberen we het anders. En dan moet jij je aanwijzingen aanpassen, want dan ben jij onduidelijk. Op het moment dat je hond iets verkeerd doet, is het bijna altijd dat je zelf onduidelijk bent. Ja, ja. Dus, en hoe worden de hondjes beloond? Met koekjes, kaasjes, net wat je weet. Dat je hond... zelf lekker Sommige vinden. Honden zijn zo gespannen en die pakken niks aan. Die vinden het allemaal zo spannend en die gaan niks eten. Dan kan je een balletje of een speeltje en daar kan je ze mee belonen. Ja, ja. Deze zijn allemaal alweer verder en trainen eigenlijk allemaal met koekjes. Maar we hebben ook wel een aantal honden gehad die vonden het allemaal zo spannend en die pakten echt niks aan. Ga je met een speeltje een balletje gooien van, god, heb je goed gedaan, dan mag je nou even ontspannen. Ja, ja. Nou, zullen we eens gaan kijken hoe dat is het gaan doen? Ja, zullen we doen. Dan gaan we een parcoursje starten. Ja, oké. Okay. Straks eens bij elkaar roepen. Hey, bedankt hè. Oké. Okay. Bij mij staat Gemma met de hond Wilma. Nou, hebben jullie samen hier al fanatiek bezig gezien? Ja. Want het is voor jou ook flink rennen, hè? Ja, het is hard werken. Ja, het is niet alleen voor de hond, maar ik heb hier de baasjes ook al kilometers zien maken. Ja, klopt. En hoe lang zitten jullie er al bij? Wij zitten er nou een jaar bij. Oké, en van tevoren ook al andere trainingen gedaan? Ja, gehoorzaamheidscursus gedaan en daarna hiermee begonnen. Ja. En er moet flink geoefend worden. Ja. En waar heeft Wilma nou nog een beetje moeite mee? Wilma heeft met name moeite met de paaltjes. Die dingen die ze niet heel snel kan doen. Wilma is een snel hondje. Wil graag snel springen en dat soort dingen. En de paaltjes moet ze echt beheerst. Zo ja, rondgaan. En dan moet ze de gemak houden. Ja. En daar valt ja, mee ja, natuurlijk. En dat is moeilijk. Ja, 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 ja. Ja, ja. En zij wordt ook beloond met koekjes? Ja. Ja, 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 ja. En ze vindt het ook echt leuk om naartoe te gaan natuurlijk. Ze vindt het geweldig. Ze staat helemaal te springen thuis. Ja, ze dan weet ze allemaal mee. We gaan er naartoe. Ja, en ja, dan, ja. Leuk. Ja. En... je hebt ook nog andere honden? Ja, ik heb nog twee andere honden. Oké, maar die doen verder niet mee? Die geven er niet zoveel nee, om? Nee. Oké. En wat vind je nou zelf het leukste hier eigenlijk van deze cursus? Of van... De gezelligheid. We hebben het heel erg gezellig met elkaar. En we vinden het leuk allemaal om met hond bezig te zijn. En we vinden het leuk om met elkaar iets te doen. Ja. Dus dat is een mooie combinatie. En buiten, lekker? Lekker buiten zijn, lekker een beetje bewegen. Ja. Gaat prima. Hartstikke leuk. Ja. Nou,
Bedankt voor de uitleg. Veel plezier nog. Dankjewel. Joe. Nou, die race er wel overheen. We hebben hier vanavond in ieder geval een goed beeld gekregen van de hondenclub. Het was echt leuk om te zien. En we zijn allemaal hartstikke fanatiek. De honden zijn fanatiek, de mensen ook. En sommigen die gaan zover dat ze zelfs met wedstrijden meedoen. Maar voor de meesten is het toch wel echt hobby. En iedereen geniet ervan. En dat is het belangrijkste. Nou, leuk dat u weer gekeken heeft. Ik hoop dat u het ook leuk vond. En tot de volgende keer maar weer.